In dit videofragment laten we zien hoe je via de RSS-feeds van Hives jezelf toegang kunt verlenen tot afgeschermde accounts. Als voorbeeld hebben we ons eigen account genaamd Tim Ager gebruikt voor deze test. We laten eerst zien dat het account ook daadwerkelijk is afgeschermd door naar het profiel te gaan. Hier zien we dat het een private profile is en dat we dus ook geen foto's of gadgets kunnen bekijken van de gebruiker. Echter kunnen we nu wel gebruik maken van de RSS-feed van Hives, om toch bijvoorbeeld de foto's of de blogs te bekijken van Tim Ager. Hiervoor gaan we naar de volgende website. We gaan naar hives-feeds.nl/rss/hiver/de accountnaam die we gaan gebruiken, bijvoorbeeld in dit geval Tim Ager, slash de optie die we willen gaan gebruiken. Je hebt hier verschillende opties bij, zoals de foto's, de widgets, dit zijn de gadgets in Hives, of bijvoorbeeld de blogs die een gebruiker heeft. Als eerst gaan we eens kijken naar de foto's. Hier zien we dat Tim Ager toch wat foto's heeft openstaan. Dit zijn allemaal de standaard instellingen van Hives. Als we ook op een foto klikken, zien we dat we op het profiel van Tim Ager komen en dat het een private profile is. Als andere optie gaan we eens kijken naar de gadgets van de persoon. Hier zien we dat Tim twee gadgets heeft, Jeff Dunham en Michael Jackson. Ook als we hier naartoe gaan, zien we ook dat we weer op het profiel van Tim aankomen en dat het een private profile is en dat we niks kunnen zien. Als volgende optie heb je bijvoorbeeld ook de blogs van een persoon. Deze staan ook gewoon open bij de standaard instellingen van Tim. Hier zien we dat Tim één blog heeft. Als belangrijkste optie zijn er ook bijvoorbeeld de krabbels van een gebruiker. Bij de RSS-feeds heet dit de scraps. Hier zien we dat je standaard onvoldoende recht hebt om deze feed te bekijken. Al deze instellingen waren gewoon de standaard instellingen van Hives.